The things you're about to hear are the powerful inner thoughts going on inside the mind of a champion. And this is the inner symphony of greatness, the epic soundtrack of success. I was born a champion. Yo, het heeft even geduurd. Maar daar zijn we dan weer. Aan het tapen. Ik ben hier op de Bosdijk nou. En we gaan even naar het restaurant. Even pas de theetjes rijgen. Een beetje helpen, weet je. Ja, er is best wel veel gebeurd weer, man. Energiewise, jullie weten dat ik daarmee struggle. Momenteel. En momenteel is dat wat erg geworden. Nou ja, ik ging dus eigenlijk naar zo'n soort van coach, weet je, vorige week. En die had het zeg maar soort van recht getrokken met dan moest ik ademhalen en zo en dat soort dingen. Maar hoe zeg je dat? Ja, buiten gebeuren allemaal dingen. Waardoor je dan weer verstoord kan raken. Maar ik was ook bij mijn broertje en die jongste die trok me helemaal leeg eigenlijk, eerlijk gezegd. Dus ik werd moe, ik ging op de bank liggen en toen viel ik eigenlijk in slaap. En dan moet je me eigenlijk hoog houden. Maar ja, goed. Dus toen gebeurde het weer. Toen zakte ik nog dieper. Zo. Dus ja, voor de mensen om me heen zit ik er hoog bij. Maar ik zit dan zeg maar laag. Snap je wat ik bedoel? Maar goed, joh, het komt wel, het trekt wel weer allemaal recht. Maar er gaat wel wat tijd overheen, heb ik gemerkt. Ik kreeg ook weer last van mijn borst en zo. Druk. En pijn en dat soort dingen. Een paar dagen geleden zat ik echt als een etalagepop thuis. Maar hoe noem je dat? Ik heb ook wel leuke dingen gehad, man. Gisteren zijn we dan zeg maar een soort van uit eten gegaan. Ergens. Waar mijn zusje ging trouwen vroeger. Dat is bij zo'n bos. En ja, het eten was... Ja, was echt zwaar onder de min, man. De presentatie zag er wel leuk uit, maar hoe het bereid was en zo. Die van mijn broertje, die ripper, die ging terug. Die was gewoon bleek. En dat soort dingen. Hij zei ook, ja, komt uit Friese, dit en dat. Dus diegene zal wel gewoon jong zijn die dat allemaal bereidt. En voor de rest, ja, die groenten, die kwamen gewoon uit zo'n hete lucht over, weet je. Nog ineens gekraakt of dit of dat. Maar goed joh, het maakt allemaal niet uit. Hoe noem je dat? We zijn er. En ja, wat heb ik verder nog allemaal meegemaakt, man? Oh ja, hij was ook jarig. Had dat feestje gegeven, toch? Dus ik had eigenlijk het idee om voor zijn verjaardag dat cadeautje. Dan zou ik dat met die middels te maken, zo'n graffiti, op bij de Berenkuil. Maar die dag was zeg maar de winkel dicht, want het was Koningsdag of zo. Dus ja, dat ging niet door en de volgende dag had ik afspraken. En ik was ook keimoe, man. Ik moest echt gewoon weer in spanning komen, weet je. Omdat ik al een paar dagen gewoon dat niet voor mezelf heb genomen. Dus ja, sinds ik van Dordt ben, is het wel weer een beetje uit balans hoor. Dus ja, maar dat komt wel weer goed allemaal. En hoe zeg je dat? Zo'n oude kennis van mij van de hoop, die neemt in één keer contact met mij op. Maar nu in één keer heel erg veel. Het is niet zo erg, maar ik heb veel geduld, weet je maar. Dat viel me gewoon even op. En hartstikke lief van mij, doe daar niet van. Maar goed. Ja, wat nog meer, man? Ja, niks eigenlijk momenteel.
Zondag ben ik ook niet naar de kerk geweest. Daarvoor wel, was ik naar een andere gegaan. Volgens mij heb ik dat al opgenomen. Maar, even kijken hier. Ja, wat kan ik nog meer vertellen? Ik ga dus die dag, ik denk volgende week zaterdag of in het weekend, of weet ik veel wanneer we tijd hebben. Dus we hebben een best wel druk leventje natuurlijk. Maar dan ga ik zorgen dat ik spaarbus heb. En dan gaan we dat gewoon lekker met heel de familie doen, weet je. Met hun, mijn broertjes en gezin. Dat lijkt me wel leuk. Dus dat. Ja, en verder, ik weet niet, man. Verder niet echt heel veel of zo, weet je. Verder niet echt heel veel, G. Dus. Ja, trouwens. Ik was gestart op zo'n interview van Bernard de Bankier, weet je. En hij is dan zo, zeg maar, zo'n nieuwe blauwdruk aan het maken. Omdat hem is geleerd om te, zeg maar, te manifesteren in zijn eigen bubbel, weet je. Dus dat ga ik nou ook doen. Ik ben bezig met een nieuwe blauwdruk. Voor, hoe zeg je dat, salarissystemen, man. Dus ik ben eigenlijk op gekomen om... ja, een beetje teruggaan naar het ruilsysteem. Weet je, in de zin van wat heb je nodig. Bijvoorbeeld zo'n kind. Die wil natuurlijk een PlayStation hebben en dat soort dingen. Nou ja, kan man. Krijg je dat, maar dan moet je eens even kijken wat kost zo'n PlayStation. 500, 600 euro heb ik net gehoord. Nou, laten we voor een auto was 10 euro vragen. Moet je 60 autootjes wassen, weet je. Zoiets wil ik gaan opzetten, maar ik kan ook voor volwassenen, man. Wat heb je nodig? Ja, ik moet mijn huur betalen. Hoeveel is dat? 500 euro? Dus ja, ik zit erover na te denken. Ik weet niet hoe dat gaat lopen, maar... Misschien eerst vanuit een stichting of zo. Of... toch een soort van speciale uitzendbureau, weet je. Dus dat houdt mij momenteel bezig. En ja, het gaat stroef, maar er is wel progressie, weet je. We blijven bewegen. En afgelopen dagen ben ik gewoon echt... Ik heb weer op de bank gelegen en zo. Omdat ik gewoon moe was. Dan moet je eigenlijk gaan bewegen, maar ik had er zo geen zin in. Dus dat heb ik dan ook niet gedaan, weet je. Maar ja, kom zo als het gaat toch. Dus dan gaan we nu even een paar satéetjes krijgen.